Stichting Rumas heeft vandaag een pakket aan gereedschap overhandigd gekregen van de Maleisische oliemaatschappij Petronas. Dit moet een bijdrage leveren aan het leerwerktraject van de stichting. Directeur Emmy Hart zegt dat de stichting heel erg is ingenomen met deze geste. Dit zal volgens haar maken dat de jongens die participeren in het leerwerktraject weer projecten voor de Surinaamse gemeenschap kunnen doen. Binnen het leerproject van Stichting Rumas waren er enkele zaken nodig om voor de voortgang te kunnen zorgen. De gedoneerde gereedschap vult een deel van deze benodigdheden aan. Van de zijde van de president, Chandrika Prasad Santokhi, is er ook beloofd een bijdrage te leveren aan het leerwerktraject van Rumas. Maar nu zijn we zo gelukkig om het leerwerktraject echt uit te voeren voor Suriname, voor de Surinaamse jeugd. We hebben met de president gesproken en de president heeft beloofd dat we een trainingsruimte krijgen. Want als je het materiaal hebt, moet je ook wel de ruimte hebben. En wij hadden nog een probleem en dat is money. Petronas heeft geen money gegeven, geen geld, maar dit is geld. En het geld gaan we ergens anders halen. De president heeft beloofd dat in oktober we mogen starten met het leerwerktraject, maar een voorprogramma. We gaan 20 jongens trainen en met deze jongens gaan we met dit materiaal 3 huizen leefbaar maken voor sociaal zwakkeren. En dan in 2023 gaan we groter. Directeur Ahmad Shamsou van Petronas Suriname zegt dat het bedrijf als een verantwoordelijke onderneming het welzijn van de gemeenschap hoog in het vaandel houdt. Hij geeft aan dat deze donatie, welke de eerste is aan Stichting Rumas, niet de laatste zal zijn. We will continue to support educational sectors as this is one of the crucial aspects for the nation's aspiration to continue progress and prosperity for the people. So I hope that with this effort, that on the equipment or whatnot, it will continue to develop the youth or the future of Suriname leaders. Stichting Rumas heeft voor het eerst een donatie ontvangen van Petronas Suriname. Dit kwam door de tussenkomst van Staatsoliemaatschappij Suriname, waar het verzoek voor donatie oorspronkelijk is ingediend. Door de samenwerking tussen Staatsolie en Petronas Maleisië is het verzoek verder gestuurd naar Petronas Suriname.